Hey mensen, Lorenzo Games hier zo, met vandaag Surgeon Simulator, aflevering 2. De vorige keer was mij iets opgevallen en blijkbaar ook een kijker van mij, dat, laten we zeggen, het beeld heel erg was ingezoomd. Sorry daarvoor, maar dit keer zal dat wat beter zijn, want ik heb namelijk verkeerd geëdit na het doen. Dus vandaar dat het zo was. Dus ik moet even deze keer even beter opletten van hoe ik edit. Dus vandaar zo. Weg met de telefoon. Terug naar Retan. Jij mag mee. En jij mag lekker alle pilletjes weggooien. Zo. Oké. We waren gebleven bij die kidney transplant. En mijn vogels gaan weer eens de keer zoals altijd. Altijd wanneer ik loop. Ga recorden. Hè. Altijd. Echt niet normaal. Maar we gaan kidney transplant. En zoals jullie dus al zagen, ik heb hem nog niet geprobeerd. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Dus ja. Even kijken. Wat voor tools hebben we? Gelukkig staat er geen tijd of zo voor wat we moeten. What the fuck is dit? Emergency stop. Het werkt dus blijkbaar. Nou, het zal wel, joh. Nou, oké, het zal wel. Oké. Nou, gaan we even kijken wat we moeten doen. Oh, kut. Had ik iets belangrijks weggegooid? Nee, toch? Laten we hopen van niet. Oké. Weg! Hij zit in mijn hand. Weg ermee. Oké. Zou dit... Dit moet echt helemaal weg. Want het daar ga ik me echt aan irriteren. Nou, het is goed zo. Oké. Dus wij zien darmen. Dunne darm, maag, lever en ribben. Even kijken. Oké, laten we als eerst beginnen met de ribben een beetje weghalen. En hoe we dat gaan doen, dat gaan we gewoon weer met deze zaag doen. Kijk eens hoe goed ik hem vast heb. Heel erg voorzichtig. We mogen geen fouten maken. Mag niet veel bloed verliezen, dat hij dus al nu aan het doen is. Dus ik doe deze snel hier en snel mijn spuit pakken waarmee ik hem dus kan verdoven. Hop, oké. Ja, is goed hè. Oké, nice. Dan kunnen we weer verder. Oké. Nou, die ribben zijn eruit. Kunnen wij misschien nu al dit... Nee, dat gaat niet lukken. Oké. Een mesje. Wat is dit? Is dat ook een mes of zo? Zullen we even kijken of het is? Zou het ook een mes zijn? Ja, het ziet er al zo uit. Misschien kunnen we die darmen ermee snijden of zo. Nou, ik zie hier al een stukje wat gesneden kan worden. Oké. Ook het. Zo. Ik zie hier een stukje. Oh, kut. Dat was niet mijn bedoeling. Ja, hoe gaan we dit nou goed krijgen? Wacht even daarheen, safer. Zo. En we gaan nu die. Kijk ze aan. Even save. Oké. Die leggen we even terug. Zouden we misschien de darmen, de dikke darmen in ieder geval nu al uit kunnen halen? Moet even kijken hoor. Ik heb weer mijn controls niet goed vast. Kijken. Blijkbaar niet. Even nog een keer proberen. Hè? Nee, dat werkt dus niet. Hoe kan ik dit eruit krijgen? Wacht. Nee, de zaag lijkt me niet echt handig. Wat zijn dit? Wattenstaafjes. Heb je die tegenwoordig nodig bij een operatie? Het zal wel. Daar gaan we heen. Die radio moet echt een keer stoppen.
Okay. Ja. Misschien zit deze rib in de weg. Zal ik even kijken of die rib misschien weg kan krijgen en dat het misschien wel lukt. Zo. Horloge die is er ook weer af. Oké, netjes. Oké, snel spuit. Shit, hij verliest veel bloed. En dat is nou... Kut. Nee, Oké, nu moeten we snel te werk gaan. Lepel. Lepel! Lepel! Kijken. Weet je, we gaan gewoon proberen iets weer random met dit te doen. Zou het kunnen dit keer? Hoe krijg ik het er ooit uit? Het gaat gewoon niet weg. Nou, ik snap geen reet van. Ja, kijk het kutzooi. Oké, we gaan even overnieuw. Restart. Nieuwe kans. Hop, we gaan mee. Oké, we gaan gelijk beginnen met snijden. Die ribben, die boeien volgens mij niet eens. Oh, weer de verkeerde controls. Zo, deze moet ik hebben. Toch? Waarom? Oh, ik kan het zeggen. Oké. Oeps. Die is los. Waarom? Help! What the fuck? Die is ook los. Kan ik hem... Oh, wacht. Kijk. Oké, dat was echt super random. Ik deed maar gewoon iets. Ik denk, ik probeer maar wat. Maar ja. De dunne darm is er in ieder geval uit. Deze kut ding mag weg. Kut! What the fuck heb ik gedaan? Ik space hem. Wat doet deze spuit? Oké, wacht. Misschien is dit iets om het, laat maar zeggen, neutraal te maken. Wat wil ik zeggen? Die mag er ook uit. Zo, weg gaan mee. Kan deze misschien nu ook? Nee. Deze toch wel? Ja, die wel. Oké. Nu is mijn vraag... Hoe ik dit er ooit uit kan krijgen. We gaan het gewoon met de lepel proberen. Dan moet eerst even deze spuit moet even uit de weg. Heel voorzichtig, nu ik weet wat er kan gebeuren. Die ook even aan de zijkant. Weer verkeerde controles toetsen. Ach. Hoe kan ik dit nou ooit eruit krijgen, die dikke darm? Misschien toch om door de ribben gewoon weg te halen. Oké, laten we het even proberen. Ribben. Moeten we deze hebben? Ja! Kut. Ah, kut. Kutfles, wat doet hij hier? Oprotten. Oké. Ribben. Oké, weg. Oké.
Oké, spuit. Snel. Ik concentreer me echt. Oh, kut. Ik probeer echt goed te concentreren, hè. Zat ik natuurlijk gewoon even deze missie, het vak. Deze operatie kan behalen. Het is natuurlijk wel van levensbelang dat hij natuurlijk blijft leven. Levensbelang dat hij blijft leven. Sure. Hey, wat? 1 milliliter, what the fuck, maar gaat niks af, oké, het zal wel. Ja, kunnen we hem nu wel eruit halen? Ah, nog steeds niet. Even denken. Kut, kan ik die nog te pakken krijgen? Heb ik hem? Nee, ik heb hem niet, kut. Hoe kan ik die nou ooit nog te pakken krijgen? Ik heb die nodig. Is er nog misschien iets wat ik kan gebruiken? Wat is dit dan? Kan je hier ook iets mee doen? Volgens mij wel toch? Ik zal het even proberen. Heb ik hem? Nee, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Hé, hey, wat? Wat is dit? Wat is dit? Lol. Hoe kan ik dit dan weer starten? Ik kan dit niet starten. Ik zie mijn hand niet meer. Oh mijn god. Kom op. Heb ik hem? Nee. Heb ik hem? Nee. Heb ik. Hey, hij doet het er. Hij pakt hem niet. Waarom pakt hij hem niet? Ja, ik heb hem. Oké, wat? Want ik weet natuurlijk niet wat dit doet. Breekt het dingen? Lol. Oké, wacht. Snel. Wat? Het werkt niet. Waarom? Het werkt niet. Spuit. Oké, snel. Kom op! Schiet om, kut ding. Oké. Ha! Phew. Emergency stop. Goed zo. Oké. Hè? Waarom werkt het niet? Dan maar op de hevige manier. Het gaat echt niet weg. Hoe kan ik dit weg krijgen? Weet iemand dat? Als je het weet, zet het even in de reacties, want ik kan hier echt niet achter komen. Kijk, misschien moet deze rib ook weg. Misschien dat het nu wel lukt. Ook niet. Waarom? Wat is er aan de hand? Doe maar wat, joh, mensen. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Serieus. Ik snap geen reet van. Misschien moet ik weer snijden of zo. Ja, want dit zijn die nieuwe dingen. Ja, zie je. Deze. Daar gaan wij. 3, 2, 1. Gaat er uit. Het gaat gewoon niet.
Oké, ik ga dood. Let maar op, ik ga dood. Help. Ja, tenminste, de patiënt gaat dood. Niet ik. Juist. Nou, dit was de Surgeon Simulator. Oh mijn god. Oké, ik ga het nog één keertje proberen. Nog één keer. Het wordt een hele lange episode, zoals jullie dus ook kunnen merken. Hè? Maar ja, zolang ik het maar voor elkaar krijg, vind ik het best. Oké, dus. Allereerst, we gaan snijden. Met dit. Ik heb weer de verkeerde controls. Snel switchen, heel rustig. Aight, oké, chill. Ik moest serieus echt naar mijn toetsenbord kijken om te kijken van waar ik mijn vingers op zette. Oké, nice. Niet doen. Snel. Hallo. Nou, als het nu niet lukt mensen, dan stop ik ermee. Dan moeten jullie even in de reacties zetten van wat ik moet doen, ja, want dan weet ik het echt niet. Ja, echt klote controls zijn het ook, hoor. Ik zeg het heel eerlijk. Als ik hierin ga en dan... Oké. Ik kan hier echt niks. Oh mijn god, ik schrok. Hoe de hij bukt. Oh mijn god, wat. Oh! Spuit. Snel. Pak hem. Heb ik hem? Ja, oké, snel. We kunnen deze halen. Oké, we gaan hem misschien op het laatste moment halen. Maar in ieder geval, dit hebben we. Ik weet trouwens niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar dat maakt niet uit. Ik heb het in ieder geval gedaan. Weg gaan mee. En deze ook. Hallo, die ook. Zo. Huppa. Wow, gadver, het zag er heel erg ranzig uit. Deze lever moet ook nog weg, neem ik aan. Dit is een lever, toch? Ja, volgens mij wel. Dit is een maag. Dat weet ik. Heb ik hem? Bijna. Huppa, zo doen we dat. Weg gaan mee. En van die radio word ik ook helemaal tierenlier van. Mijn hand goed zetten en zo. Die pakken, kan dat? Nee, dat kan niet. Die moet ook al los. Toch? Ja. Volgens mij wel. Ik vraag me alleen niet hoe ik dat ga doen. Oké. Nou, dan gaan we weer. Kut. Ga weg, alsjeblieft. Irriteer me niet. Oh, fucking hell. Ik kan je eigenlijk niet tegen, serieus. Oh, mijn god. Dit ding. Echt, dit ding gewoon. Rot op, man. Oké. Ribben, daar gaan we. Oké. Nice. Wat nu? Deze pakken. Ik heb hem niet echt heel erg stevig vast of zo, lijkt mij. Oh mijn god, het werkt gewoon. Deze zetten we even hier zo. Eit! Precies op de goede plek. En deze mag weg. Zo. Het lijkt net een ballon. Oké. Wat nu? Want ik neem... Oh, kut, mijn horloge zit erin. Ik neem aan dat die kidneys, dat deze twee bonen dingachtig zijn.
En hoe wij die los gaan maken, gaan we met dit doen, denk ik. Ja! Deze ook? En die wil het natuurlijk weer niet, hè? Nee, nee, natuurlijk, hè? Oké, dat is hartstikke fijn. In ieder geval. Deze hier staat. Kut, hij bloedt heel erg. Kut. Die pakken snel. Pak. Goed zo, oké. Oh, kut. Kut. Hij spaced. Hallo. Nee! Oh, fucking hell, oké. Deze was toch los? Hè? Volgens mij was die los. Oh mijn god. Oké. Die is los. Nu die. Ja, oké, die is ook los. Oké, snel. Want ik heb die verdoving gebeuren niet meer. Zitten ze er nou weer op? Oh nee. Ik kan... Help. Fuck. Ik raak hem er niet uit. Oké, weg. Snel. Nieuwe kidneys pakken. Die hier. Die hier. Moet ik ze serieus goed zetten? Ach! Yes! Nog net, hè? Nog fucking net. Nou mensen, dit was weer leuk. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Laters!